De verzetsmensen tegen de Duitsers kwamen niet alleen uit Nederland, maar ook uit Suriname en de Antillen. Daar moesten ze op school meer over leren. Dat zegt de 80-jarige Helen Ferdinand uit Spijkenisse, Nederland, in de televisiespecial Aandacht voor de rol van Suriname en de Antillen in de Tweede Wereldoorlog. Programmamaker Sam Jones sprak met Ferdinand, die haar ervaringen over Suriname deelt met haar 19-jarige kleindochter Maria Noordbrand. Mevrouw Ferdinand schreef het boek Een beeld van mij over haar jeugd in Suriname en hoe ze als kleinkind de Tweede Wereldoorlog beleefde. Ik woonde aan de Kleine Combeweg, aan de andere kant van de Sommersdijkse Kreek. Was 8 jaar oud en zat in de tweede klas van de Emma-school aan de toen nog Gravenstraat. In Europa woedde de oorlog. In Suriname was daar niet veel van te merken, beschrijft mevrouw Ferdinand in haar boek. Kleindochter Maria leest voor. De situatie in de wereld werd met de dag beroerder. Suriname importeerde bijna alles en voor ieder gold dat die moest gaan roeien met de riemen die hij had. Gelukkig kwam er meer werkgelegenheid van de kant van Amerika. Het vliegveld Zanderij werd verbeterd en een goede rijweg ernaartoe was noodzakelijk. De Tweede Wereldoorlog, die in 1945 eindigde, was toch op de een of andere manier een ver van mijn bedshow. Zou je kunnen zeggen dat Suriname amper een rol speelde? Suriname speelde zeker een rol, alleen is het niet zo bekend. De mensen in Suriname die leefden mee met wat er hier gebeurde. Iedereen stond klaar om te helpen als het nodig was. Ondanks de armoede in de kolonie werden er allerlei hulp- en inzamelingsacties georganiseerd om het moederland Nederland te ondersteunen. Maria leest verder in het boek en vraagt zich af hoe het nou zat met die Amerikanen in Suriname. Over die Amerikanen. Hoezo kwamen die ook in Suriname dan? Om Suriname te beschermen en we hadden de grondstof bauxiet. En de bauxiet was nodig voor de vliegtuigen, voor de oorlog. Maria, wat heb jij eigenlijk met het verhaal over de oorlog van je oma? Ja, ik vind het een bijzonder verhaal. Zeker omdat Suriname bij Nederland hoorde. Ik had in groep 6, geloof ik, hadden we een project over de Tweede Wereldoorlog. En toen had ik voedselbonnetjes meegenomen van mijn overgrootouders eigenlijk. En hier heb ik ook een persoonsbewijs van mijn overgrootmoeder. Er waren ook Surinamers in Nederland die in het leger dienden. Honderden moeten dat zijn geweest. En Anton de Kom, dat was een bekende Surinaamse verzetsman. In de eerste plaats was hij niet alleen Suriname, maar ook Nederlander. Hij heeft ook in het verzet gezeten. Vind je belangrijk eigenlijk dat er wel meer op school over verteld wordt, over wat de rol van Suriname is geweest in de Tweede Wereldoorlog? Ja, ik vind het wel belangrijk. Even, het hoeft niet veel te zijn, maar de verzetsmensen die kwamen niet alleen uit Nederland, maar ook uit de koloniën, ook uit de Antillen. Tot slot gaan we nog even langs bij het oorlogsmonument dat Helen Ferdinand, die ook beeldend kunstenaar is, gemaakt heeft. Ze ontwierp het Jan Kampert monument, waarop zijn bekendste verzetsgedicht. En wat staat hier dan? Het lied der 18 doden staat. Een cel is maar 2 meter lang en nou 2 meter breed. Het gedicht gaat over 18 strijders, waaronder een verzetsgroep, de Geuzen, die opgepakt werden door de Duitsers en geëxecuteerd. Helen Ferdinand over Surinamers en Antillianen in de Tweede Wereldoorlog. Dit was een bijdrage van Sam Jones.